Yo mensen, wat super tof. Jullie kijken naar weer een gloednieuw vlog. En dan denk ik nu, wat? Maar wat wel jammer is dan, alleen aan deze voetbaldag is dit mijn laatste vlogs voor Ajax. Inderdaad, ik ben dus dit jaar nog een keer de Ajax vlogger. Het is best wel onverwacht gekomen, voor mijzelf ook. Het heeft dus ook in de krant Ajax Live gestaan. Ze konden niet de vlogger vinden die zij graag wilden vinden. En daarom vroeg ze of ik nog een jaartje wilde. En dat wil ik natuurlijk super graag. Deze wedstrijd van Ajax PSV staat een beetje in het teken van John van het Schip. Hij schijnt een hele goede rechtsbuiten van Ajax te zijn. Ik ken hem persoonlijk ook niet zo goed. Daarom gaan we zo meteen aan mensen vragen wat zij van hem weten. Dat ik en jullie hem ook beter leren kennen. Hij is nu de coach van PSV. Dus ik ben heel erg benieuwd of mensen hem kennen en wat ze allemaal van hem weten. Juicht een Davre langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel den landen, glorie onze Wat jullie misschien trouwens ook eens opvallen is dat mijn kanaal er iets anders uitstelt, oftewel mijn kanaal, het Ajax Jongens Scharen kanaal. Want ik ben dus van Ajax Kids Club naar Ajax Jongens Scharen gegaan, net zoals we bij Ajax echte spelers opleiden. Dus in plaats van nu Ajax Kids Club heet het kanaal nu Ajax Jongens Scharen. Wat weet jij van John van Schip, de trainer van PSV? Ja, ik weet dat het een Ajaxiet is. Ik heb ook veel over het gehoord dat het een Ajaxiet is. En dat we Ajax heeft gevoeld dat de trainer van PEC is, maar meer weet ik eigenlijk niet over. Nee. Ja, er was een hele goede linksbuiten bij Ajax. Ja, echt de schaar, de plezierbeweging, echt het ouderwetse Ajax. Zoals Ajax hoort voetballen. Echte buitenspelers. Wat weten jullie over John van het Schip? Ja. Ik heb geen idee. Ja. Nee? Nee. Wat? John van het Schip. Nou, dan ga ik even vragen aan jullie vader. Wat weten jullie over John van het Schip? Ja, dat was een oud voetballer van Ajax. Rechts buiten. Mooie voorzetten. Ja. Puntgave voorzetten. En goede schaar had hij ook in huis. Dus ja, dat was een goede voetballer. Zie je weinig meer zulke goede. Van de Schip, fantastische rechtsbuiten. Goede voorzet, maar alleen als het mooi weer was. Als het regende, s'avonds, zag je hem niet meer op het veld. Dan verstopte hij zich. Wat weet u over John van het Schip? John van het Schip staat ook wel bekend als Johnny Gel. Net nog dat ik in de meer zat en dat hij dan zo langs kwam scoren de voorzet gaf. Nou weer het shock en zo. Oud-Ajax is van vorig jaar nog. Die naar de koers staat nu in de baas bij PEC Zwolle. De wedstrijd gaat over een paar minuten beginnen. En dan zie ik jullie bij de eerste goal. De match van Ajax. Gisteravond had ik eigenlijk helemaal geen tijd meer en ik was best wel moe om te filmen nog. Dus ging ik het gewoon vandaag doen. Het was een hele leuke wedstrijd geworden uiteindelijk. Ik vond persoonlijk van de Klaasje Huntelaar echt een hele, hele goede wedstrijd spelen. Ook 2 goals. En hij werd gewoon zoveel in het veld. Wat ik dus een beetje heb geleerd over John van het Schip, waar deze video eigenlijk een beetje over ging. Hij is er rechts buiten. Hij had hele goede schaar, hele goede passeerbeweging en zijn voorzetten waren ook echt heel erg goed. Mensen hebben mij dus vandaag een beetje geleerd wie hij is en hopelijk weten jullie ook. Nu doe ik even een kort filmpje van hem tussendoor. Quien lleva esta primera jugada de ataque por medio de su extremo Banship. Banship. Montónico transmitiendo gritos, no otra cosa, Martín Vázquez. Cuando vemos de nuevo la falta de Polícano. Het is uiteindelijk dus 3-0 geworden voor Ajax. Ik dacht persoonlijk 2-0, maar 3-0 is natuurlijk nog beter.
Maar dit was het dan weer voor deze vlog. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Laat achter wat je al wist over John van het Schip. Of dat je wat geleerd hebt van hem. Ben ik best benieuwd naar. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet een blauw duimpje mogen doen. Zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Later.